Ik dank alle collega's voor hun inbreng. Ik dank ook mijn medekandidaten dat we hier vandaag samen zitten, zodat er ook wat te kiezen valt. Er zijn vele vragen gesteld en dat getuigt van veel betrokkenheid en ook ideeën over hoe het parlement, hoe de Tweede Kamer beter kan functioneren. Ik zal mijn best doen om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en om u te overtuigen van mijn motivatie en geschiktheid om uw voorzitter te mogen zijn. En ik vond dat de heer Seder het eigenlijk wel heel mooi zei van de ChristenUnie om mededrager te zijn van de democratie. Ik heb een aantal blokjes, voorzitter, want er zijn heel veel vragen gesteld. Allereerst over mijn motivatie, dan over de positie van de Kamer, dualisme. Dan over de samenstelling van de Kamer, met name de vragen over de kleine partijen. De organisatie van de Kamer, de verhuizing, de ambtelijke organisatie en een aantal overige vragen. Voorzitter, allereerst als het gaat over mijn motivatie. Er zijn wat vragen gesteld van ja, waarom Vera Bergkamp? Zoals ik in mijn brief ook aangaf, er zijn veel uitdagingen waar de Tweede Kamer voor staat. We leven in een tijd van COVID, wat natuurlijk een enorm effect heeft op ons leven en werken. We gaan verhuizen, we bestaan uit 17 partijen en we hebben lessen te leren als we onder andere kijken naar de toeslagenaffaire, maar ook als we kijken naar het rapport over de uitvoeringsorganisaties. En juist in deze tijd stel ik mij kandidaat voor uw voorzitter en ik zal dat aan u toelichten. Ik zit sinds 2012 in de Tweede Kamer, september 2012. En ik heb natuurlijk ben ik Kamerlid geweest, maar ik heb ook veel partijoverstijgende aspecten van het Kamerwerk gedaan. Denk aan participeren in de parlementaire enquête Vira in de commissie, lid van het presidium, fractiesecretaris. En ik heb ook veel initiatiefwetten mogen doen. Voorafgaand aan mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer heb ik verschillende bestuurlijke management directiefuncties gedaan. Ook veel dingen gedaan op het gebied van human resource, oftewel personeelsbeleid. Ik ben voorzitter geweest van het COC, directeur bij de SVB. En ik zet graag mijn kennis en ervaring in als uw voorzitter van de Kamer. En ik denk bijvoorbeeld als het gaat over de verhuizing. Mijn ervaring vanuit de bedrijfsvoering komt daar denk ik van pas. Maar ook als het gaat over het versterken van de ambtelijke organisatie kan ik leunen en steunen op mijn ervaring op het gebied van personeelsbeleid. Maar ook wat zaken over om toch ja, wat breder met mij kennis te maken over mijn persoonlijkheid. Ik heb in mijn brief ook aangegeven, ik ben een verbindend leider. Nu weet ik dat heel veel mensen dat zeggen. Maar ik denk dat de mensen die mij kennen dat ook wel, ja, ook wel zien. Ik werk in de Kamer samen met heel veel partijen, heel veel verschillende partijen. En ik vind het ook leuk om dingen samen te doen. En om te benadrukken wat mensen verbindt in plaats van wat mensen verdeelt. En ik denk in een Kamer met 17 partijen, een onrustige omgeving, denk ik dat dat een voordeel is. Verder ben ik ook vasthoudend. Ik ben geen lammetje, ik ben misschien ook geen leeuw. Hoewel mijn dochtertje altijd zegt dat mijn haar er soms een beetje uitziet als een leeuw. Ik denk dat ik er iets tussenin ben, maar ik ben wel vasthoudend. En ik denk in uw Kamer dat ik dat ook meerdere keren heb laten zien. Als we bijvoorbeeld kijken naar de situatie van de heer Jan van Laarhoven, waar ik toch echt jarenlang mee bezig ben geweest om meer informatie daarover te krijgen. En ik denk ook dat ik die verbindendheid, maar ook die vasthoudendheid wil inzetten om, en dat is wat eigenlijk alle partijen gezegd hebben, de positie van de Kamer te versterken. Er zijn ook wat vragen gesteld over wat mij nou beter maakt of misschien wel minder ten opzichte van mijn collega's. Die vraag ga ik niet beantwoorden. Dat vind ik nou typisch een vraag aan de Tweede Kamer om die vergelijking te maken en om daar een oordeel over te hebben. We zijn vier verschillende mensen, we hebben een brief gestuurd. U heeft de kans om vragen te stellen, die zal ik zo goed mogelijk beantwoorden. Maar die vergelijking en die keuze is uiteindelijk aan u. Voorzitter, er zijn ook wat vragen gesteld over hoe ik het voorzitterschap zou invullen. Nou, dat wil ik onpartijdig en onafhankelijk doen. Ik denk dat het zeer belangrijk is om op het moment dat je dat ambt bekleedt, partijpolitiek kleurenblind bent. Dat is heel belangrijk. Het zou ook niet mogen uitmaken of je vanuit de oppositie komt of de coalitie. Ik denk dat we allemaal, als het gaat over de informatiepositie van de Kamer, hebben ontdekt dat je in de coalitie kan zitten en moet slepen om die informatie te krijgen en ook vanuit de oppositie. Maar als voorzitter ben je onpartijdig en onafhankelijk. Daaraan zou ik nog willen toevoegen, voorzitter, dat ik ook echt een teamplayer ben. Ik denk als we kijken naar de uitdagingen waar we voor staan, zou ik me erop verheugen om met elkaar ook binnen het presidium meer de taken ook te verdelen.
de samenwerking met de griffier als het gaat over versterking van de ambtelijke organisatie. Ik denk dat het ook niet goed zou zijn als ik altijd op die stoel daar zou zitten. Ik denk dat we echt met elkaar de taken goed moeten verdelen. Er zijn veel uitdagingen. En ik denk ook dat de kracht is een optelsom van ons bij elkaar. Voorzitter, dan is er ook een vraag gesteld over mijn ervaring als voorzitter. Nou, ik denk dat ik niet het 100 keer aantik, zoals misschien mijn collega's. Als ik kijk plenair, heb ik natuurlijk best wel een aantal debatten voorgezeten, ook met commissies. Dus ik ken het voorzitten in de Kamer. Maar ik zal natuurlijk ook, net zoals alle nieuwe voorzitters, me daar ook in moeten inwerken. Ik denk dat alle voorzitters op dat vlak ook nog wel wat tijd nodig hebben. Maar voordat ik de Kamer inkwam, heb ik ook veel voorgezeten in al mijn rollen. Verschillende directieteams, managementteams, allerlei verschillende teams. Toen ik voorzitter was van het COC had ik mijn eigen team. Dus voorzitter heb ik heel vaak en heel veel gedaan. Ik zeg wel, zeg ik even als Bergkamp, dit is natuurlijk wel Champions League. En zo hoort het ook. Het is een eervol ambt en dat moet goed gebeuren. En ik ben bereid natuurlijk om mij daar zoveel mogelijk voor te equiperen verder. Voorzitter, dan het tweede blokje. Als het gaat over de positie van de Kamer, daar wil ik iets langer bij stilstaan, vanuit dualisme. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Maar ik misschien denk dat er een vraag is met betrekking tot het eerste deel. Mevrouw de Vries. De persoon Bergkamp, inderdaad. Ik had nadrukkelijk gevraagd van, u geeft ook aan, voorzitter, mevrouw Bergkamp geeft aan, verbinder, samenwerken. Dat kan heel erg lang polderen zijn en geen besluit nemen. En ik had wel concreet gevraagd, wat is nu een voorbeeld van een snel en daadkrachtig besluit wat mevrouw Bergkamp in de afgelopen tijd genomen heeft. Want ik denk dat een voorzitter dat ook af en toe gewoon moet doen. Even met de vuist op tafel slaan en dan ook door. Ja, zeker. Ik kom daar trouwens straks nog op als het gaat over hoe ga je dan om met 17 partijen en hoe ga je dan om als zij van voorzitter in deze constellatie. Maar het is inderdaad een vraag die mijn collega van de VVD gesteld heeft. De vergadering die ik heb geleid heb ik volgens mij allemaal binnen de tijd afgerond die ervoor stond. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om te bewaken begin- en de eindtijd. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om wat meer regie te hebben, processenregie op die vergadering. En dat we dat zeker met het feit dat we bestaan uit 17 partijen, dat we dat wat meer moeten doen. Als het gaat om een concreet besluit, heb ik samen met collega's er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een rapport komt over, het is een zorg, ik ben woordvoerder zorg, medisch specialisten in loondienst, om te zorgen dat binnen de tijd dat rapport klaar is. Besluit genomen, samenwerking met collega's en daarop gestuurd dat het rapport binnenkort in de procedurevergadering wordt behandeld. Dus een van de voorbeelden. Maar straks zal ik nog wat meer zeggen over mijn stijl van leiding geven en het zijn van voorzitter. Als het gaat over het versterken van het dualisme, en ik vond het wel mooi dat mevrouw Leijten zei, wie is nou macht en tegenmacht? Ik denk dat ze het goed zei. Wij zijn de gekozen vertegenwoordigers. En een volksvertegenwoordiger is, vroeg zij ook, wat is dat nou? Ja, dat is het stem zijn van het volk. En dat doen we natuurlijk voor alle Nederlanders. En natuurlijk hebben we allemaal een eigen achterban. Dat mogen ook duidelijk zijn. Hè? Niemand stemt op één Kamerlid. Dat verdeelt zich. Maar we zijn de stem van het volk. Ik vind het belangrijk dat op basis van aangenomen moties, amendementen, de fracties meer ondersteuning krijgen. Ik denk dat dat winst is, ik denk dat dat goed is. Ook voor de kleine fracties. Maar er hoort nog meer bij. We hebben geïnvesteerd in de fracties zelf, maar we horen ook te investeren in de ambtelijke organisatie. Daarom zou ik willen voorstellen, maar dat is natuurlijk een onderwerp bij de raming, om te zorgen dat de capaciteit van bureau wetgeving en de dienstanalyse en onderzoek ook wordt uitgebreid. Als we willen, is de intentie, en die proef ik overal, dat we meer tijd moeten hebben voor wetgeving. Hoort daar ook meer expertise bij als het gaat over onderzoek en over wetgeving. Dus dat zou het concrete tweede voorstel zijn. Verder wil ik als voorzitter streng en rechtvaardig zijn als het gaat over die informatiepositie. De heer Haga nam het voorbeeld over de COVID-debatten. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Dat het soms dat je de informatie laat krijgt, dat het veel is, dat je het moet kunnen doorgronden, dat cijfers veranderen. Ja, daardoor kan je natuurlijk niet optimaal je rol invullen van volksvertegenwoordiger. Dus het is belangrijk, en ik denk dat die afgelopen jaren daar zeker stappen toe zijn gezet, maar dat het meer moet. En ik wil dan ook een bondgenoot zijn van de Kamerleden om die informatiepositie te versterken.
om bewindspersonen aan te spreken. Maar ook dat mijn deur altijd open staat voor Kamerleden die zeggen: ik kom er niet uit, mijn vragen worden niet beantwoord of mijn motie wordt niet uitgevoerd. En ik zou ook willen voorstellen om dat ook op te pakken samen met de commissies. Want die hebben vaak ook een goed zicht over wat er nog allemaal moet gebeuren. Dus die samenwerking, dat zou mijn derde voorstel zijn. Verder is het ook belangrijk, we hebben rapporteurs. Dat zijn Kamerleden die nog een extra taak ernaast hebben om in de diepte te gaan. Nou, waarom zouden we niet met elkaar kunnen afspreken dat er een debat is tussen rapporteurs en winstpersonen in het kabinet bijvoorbeeld erover, over de uitkomst van hun rapport. Wat ik verder nog zou willen, is dat we natuurlijk ook, en dat weet ik zelf als geen ander, ook als Kamerlid, dat we heel veel debatten hebben en dat je soms ook door de boom het bos niet meer ziet. En dat er ook een onvoorspelbaarheid zit in die Kameragenda. Daarom vind ik het ook heel goed dat de commissie van der Staaij met een aantal aanbevelingen is gekomen om meer regelmaat, meer structuur aan te brengen in die agenda. En ook zal ik als voorzitter ook een spiegel voorhouden als het gaat over die intenties. En die intenties is meer tijd voor wetgeving, meer tijd voor de lange termijn. En het lijkt mij daarom ook goed om ook bij de regeling, we hebben met elkaar afgesproken, als ik kijk naar het reglement van orde ook en de commissie van der Staaij, dat er een regeling moet zijn in de commissies. Dus dat niet alles op die plenaire agenda moet plaatsvinden. Daar zou ik veel meer op willen sturen. Maar natuurlijk, voorzitter, volgens mij was de heer Bosma dat een keer gezegd, of de heer Elias bij een dergelijk debat. Je kunt als voorzitter niet hoger springen dan de polsstok van de Tweede Kamer. Je bent natuurlijk altijd afhankelijk ook van een meerderheid voor die werkwijze. Maar ik zou daar veel meer sturend, confronterend in willen zijn en de spiegel willen voorhouden. En dat is ook een vraag van de SGP. Het is niet alleen aan de voorzitter. Het is een cultuurverandering, iets wat we met elkaar moeten doen. Coalitie, oppositie, Kamer en voorzitter. Maar ik ben zeer strijdbaar en zeer gedreven om dit punt vast te pakken, vast te houden samen met u. En ik heb een aantal concrete voorbeelden aangegeven hoe ik dat zie. Heer Bisschop. Voorzitter, dank u wel. Dank voor deze toelichting. Ik zou graag dat laatste punt nog iets verder uitgewerkt willen hebben. Kijk, wij blijven, als we niet oppassen, vaak makkelijk steken in vrome wensen. We zouden dit willen en ik ben van plan enzovoort. Ja, maar hoe krijgt u de Kamer ertoe dat ze die stukje zelfdisciplinering, de commissies benut, waarvoor ze nu in het reglement van orde ook gepositioneerd zijn, dat u de Kamer op bepaalde punten tot terughoudendheid brengt. Hoe gaat u dat concreet doen? En natuurlijk, ik ben het met u eens, u krijgt geen positie als dictator. U zult dus de Kamer mee moeten krijgen. Maar dat is een van de kwaliteiten van de voorzitter die we zoeken. Zeker, en ik denk dat dat ook terecht is, want volgens mij de wens om de informatiepositie te versterken zag ik ook al 4 jaar geleden in een ander debat voorkomen. Dus het is iets wat al lang speelt en waarvan de hele Kamer zegt, en ik denk dat dat een belangrijk signaal is, en waarvan ook de motie van mevrouw Leijt is aangenomen. Dus hier moeten we wat mee. Hoe ga ik dat doen? Allereerst een afspraak maken met de G4, met onze eigen organisatie en de commissies, hoe we dat kunnen fine-tunen en hoe we dat beter kunnen afspreken. Want ik zag het deze week al gebeuren. Heel veel debatten. Ik heb mijn eigen collega's ook een spiegel voorgehouden. Ik zeg, jongens, we hebben nou een nieuwe aanpassing van het reglement van orde. Waarom al die debatten over actualiteiten? Dus ik denk dat het belangrijk is, de commissie en plenair, dat er veel meer die samenwerking en afspraken over gemaakt moeten worden. Ik vind het voorstel van de commissie van der Staaij heel goed om de regeling op één moment te hebben. Als het gaat over de stemmingen, om inderdaad die pilot te doen donderdag om 1 uur, zodat die voorspelbaarheid van die agenda goed is. Maar ik zou ook willen kijken, met het fantastische team trouwens, wat altijd werkt om die puzzel van ons te leggen, om meer ruimte ook te houden, meer lucht in die agenda voor wetgeving, om eens goed te kijken van wat willen we nou met elkaar. Maar nogmaals, dat vraagt discipline, dat vraagt mijn sturing en dat vraagt ook afspraken met ons allen. En ik ben ook wel bereid om ook met alle fractievoorzitters daar ook dat gesprek een keer over te voeren. Van hoe gaan we nou de komende periode in, wetende dat er een motie ligt, wetende dat dit zo duidelijk komt uit dit debat. Hoe gaan we dat nou vorm en inhoud geven? Ik ga erop sturen en ik heb een aantal concrete onderwerpen daarbij al aangegeven. Heer Bisschop. Voorzitter, inderdaad. Nou, dank voor deze nadere uitwerking. Een van de knelpunten in de afgelopen periode is wel regelmatig geweest dat oppositiepartijen tegenover de coalitiepartijen front maakten.
dit gaat, die cultuuromslag gaat natuurlijk niet lukken als dat bestendigd blijft. En ik zou graag daar nog nader reflectie op willen. Hoe gaat u dat dan aanpakken? Dat doorbreken van dat patroon, oppositie, coalitie, waardoor zeg maar, die tegenmacht tegenover het kabinet voor de balans uit balans raakt. Ja. Ja, ik herken het punt. Ik herken het nog uit de vorige kabinetsperiode. Zaten wij in de oppositie. Ik herken het ook nu. Het is een punt wat speelt en waarvan u via de voorzitter terecht zegt. Het is echt een cultuurverandering. Dus ik zou willen beginnen om met alle fractievoorzitters. We zitten nu natuurlijk een beetje in een twilight zone. We hebben nog niet een nieuw kabinet en weten nog niet wie er in die coalitie gaat zitten. Maar daarom is het misschien wel een uitermate goed moment om met de fractievoorzitters dit te bespreken. Met de presidium, met de commissies. Van hoe gaan we dit nou doen? Want ik ben het helemaal eens dat op een moment dat debatten worden tegengehouden, wat kan, hè, daar kunnen ook soms ook goede redenen voor zijn, ja, je wil eigenlijk dat die commissieagenda niet voorloopt, maar je wil al zeker niet wat nu veel, hè, wat heel vaak gebeurt, dat die plenaire agenda voorloopt. Ook met 30 leden debatten, waarvan we allemaal weten, die debatten gaan nooit meer plaatsvinden. Dus die cultuuromslag, daar wil ik het boegbeeld van zijn. Maar ik kan het niet alleen, ik zal het moeten doen met de fractievoorzitters, met de collega's, met het presidium en met de commissies. Mevrouw Leijten. Voorzitter, lang, lang, lang geleden, namelijk toen ik in mijn eerste periode zat, als je dan een spoeddebat aanvroeg, dan werd het diezelfde dag of de volgende dag gehouden. En we hadden een agenda met die ruimte daarin. En nu zitten we met niet meer het adagium spoeddebat, dat is afgeschaft, het is een 30-leden debat geworden. Maar dat was wel altijd een middel van een minderheid om iets op de agenda te krijgen in weerwil van de meerderheid. En daar zit toch een beetje oppositie-coalitie in. En als we nu al zeggen, ja, die 30 leden debatten die zijn dan wel gesteund, maar die worden nooit gehouden, dan zijn we eigenlijk terug bij af. Dan kan die minderheid dus niet meer die agenda bepalen. En welke rol heeft de voorzitter daar nou in, zou ik aan mevrouw Bergkamp willen vragen. Ja, ik heb op dit punt ook gekeken naar de commissie van der Staaij. Ik was ook benieuwd van wat zegt de commissie nou over die 30 leden debatten. Nou, die hebben met veel mensen gesproken gezegd, nou, die moeten we houden. Maar die hebben de oplossing gekozen om meer te doen in commissieverband om ook die plenaire agenda te ontlasten. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Maar heel realistisch, op het moment dat we heel veel willen, dan is er geen plaats in commissieverband, is er ook geen plaats op de plenaire agenda en dat betekent het uitstel en dat je dus inderdaad geen mogelijkheid hebt voor een spoedeisend debat. Dus wat ik graag zou willen doen, bijvoorbeeld als voorzitter, op het moment dat een 30-leden debat wordt aangevraagd, ook wel de vraag stellen, kan het niet in een commissie? Is het spoedeisend? En om in ieder geval ook het Kamerlid de spiegel voor te houden. En wat ik mooi zou vinden, en dat is natuurlijk echt nieuw voor deze Kamer, is dat er een regeling komt op commissieniveau. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ik denk, daar verwacht ik veel van. Maar nogmaals, we moeten dat met elkaar doen. Zoals het nu gaat, zijn we allemaal niet tevreden over. Dus het vraagt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. En ik denk dat ik alle gremia ga inzetten om die beweging eindelijk te krijgen. Want daar zijn we tot nu toe niet in geslaagd. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, ik ben toch wel op zoek naar iets meer. Er kan een spoedeisend belang zijn van een minderheid in deze Kamer, wat echt geblokkeerd wordt door een andere groep, dat kan een coalitie zijn of een andere groep die het er gewoon niet over wil hebben. En dan is het niet voldoende dat de Kamervoorzitter zegt, sorry, ga maar naar je commissie, want dan zal het daar ook geblokkeerd worden. Welke rol heeft de Kamervoorzitter om iets wat door een minderheid, spoedeisend belang, op inhoudelijke gronden of coalitiegronden gewoon geblokkeerd wordt? Als dat hier wordt geblokkeerd, wordt het in de commissie ook geblokkeerd. Dat weten we allemaal. Welke rol heeft dan de voorzitter om die minderheid te bedienen? Is dat meer dan proces? Hoop ik. En als het dan ook inhoud is, hoe gaat de voorzitter dan staan voor die minderheid? Ja, voorzitter, ik denk dat die commissie, en dat mevrouw Leijten zegt van ja, dan wordt het in de commissie ook tegengehouden, dat vind ik dus niet goed. Ik denk dat de regeling in de commissie, daar verwacht ik meer van dan misschien mevrouw Leijten bedoelt. Ik denk dat het niet goed is. Ik denk juist dat de mogelijkheid moet zijn om die commissie spoedeisende zaken, of AO's die toch al gepland zijn, of nieuwe AO's te plannen, dat daar die lucht en die ruimte op die agenda moet staan. Maar natuurlijk zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen, voorzitter, op een moment dat er een verzoek is,
en ik zie dat het urgent is, dat ik ook wel zal zeggen van, hè, maar het kan ook net zo goed zijn dat het niet urgent is, om in ieder geval die vraag te stellen, om die spiegel voor te houden, zijn we met elkaar goed bezig, maar ik zou het liefst willen om met de fractievoorzitters echt die afspraak te maken, hoe gaan we nou om met deze structuur en deze breed gedragen wens vanuit de Kamer. Tot slot, mevrouw Leijten. Ja, het blijft een beetje bij mij schuren. Jarenlang hebben wij het over de sociaal-economische gezondheidsverschillen willen hebben. Daar lag gewoon een taboe op. Inmiddels is dat niet meer zo. Maar er werd gewoon overal afgewezen. En ik zou het ook niet goed vinden dat als bijvoorbeeld nieuwe partijen problematiek bijvoorbeeld van het boerenland op de agenda zouden zetten. En we zeggen, ja, dat vinden wij niet belangrijk, dus dat doen we niet. En dat is dat gevoel. Van wanneer verwijs je dat dan door naar een commissie? Waar dat ook echt strand als dat op inhoudelijke gronden wordt tegengehouden, ook hier. En dan is dat beroep is echt niet genoeg. En natuurlijk, ja. Spiegels, allemaal prima. Maar wat doe je nou op het moment dat er een substantiële minderheid is, die 30 leden haalt, die echt iets wil bespreken, wat ook spoedeisend belang is, wat voor een deel van de bevolking ook van belang is. Welke rol heeft dan de voorzitter om dan toch te zeggen, sorry jongens, ik geef nu die minderheid de kans om dat te bespreken? Ja, voorzitter, ik snap hem helemaal. Maar volgens mij hebben de huidige voorzitter en ook de voorzitters daarvoor, je bent wel afhankelijk van de meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ik denk wel dat we meer tools hebben. Ik denk bijvoorbeeld als het gaat over een mondelinge vragenuur. Daar is ook een advies over om dat levendiger te maken. Dat is natuurlijk bij uitstek geschikt voor actualiteiten. En ik zal mijn best doen om, als dingen urgent zijn, urgent worden gevonden om te kijken welke ruimte we hebben in commissie en plenair debat. Maar uiteindelijk ben ik inderdaad geen dictator. Ik kan niet mijn wil opleggen. Ik kan sturen. Ik kan spiegels voorhouden. Ik kan zorgen dat de Kamer beter geëquipeerd is door uitbreiding van wetgeving. De dienst die ik net aangaf, dat kan ik allemaal inzetten. Maar uiteindelijk zijn wij de cultuur en bepalen we met elkaar in meerderheid. Maar ik zal altijd oog hebben ook voor het minderhedenbelang. Maar welk debat niet? Daar zijn nieuwe tools voor. En ik hoop dat in commissieverband, ja, dat die ruimte echt ontstaat. Want ik snap wat u zegt. De heer Wassenberg. Dank, voorzitter. Even doorgaand op het pad wat mevrouw Leijten bewandelt, maar dan een andere afslag genomen. Bergkamp zegt verschillende keren, we moeten het allemaal samen doen. En ik had als voorbeeld wetgeving. Dat moet hier in principe plenair behandeld worden. Het kan soms ook bij een drukke agenda en een wetgevingsoverleg. Maar dan is in elk geval de spreektijd, zeker voor de kleine fracties, beperkt. Vaak is het ook voor kleine fracties, kan wetgeving heel belangrijk zijn. En dan willen we echt ons punt kunnen maken. Maar we willen ook de mogelijkheid kunnen hebben om daar moties voor op in te dienen. Hoe ziet mevrouw Bergkamp dit voor zich? Want alleen maar zeggen, ja, de meerderheid beslist, dat is toch onvoldoende. Want dat betekent gewoon dat je als kleine partij eigenlijk op het tweede spoor terechtkomt. Ja, ik vind dat een terechte vraag. Ik wilde in een ander blokje beantwoorden, maar nu dat u de vraag nu stelt, ik ben het met u eens. Ik vind wetgeving, daar moet de tijd voor zijn. Dat moeten we zorgvuldig zijn, of je nou een grote partij bent of een kleine partij. En het zou niet mogen uitmaken of je dat in een WGO doet of plenair een wetgevingstraject. Ik vind dat kleine partijen, grote partijen voor wetgeving alle tijd moeten hebben die er nodig is. En dat is ook een wens van uw Kamer. En die voel ik, die zie ik bij alle partijen. Dus dat is ook aan mij om daar dan ook voor te zorgen. Meneer Wassenberg. Het zou niet uit mogen maken, maar het maakt op dit moment wel uit, want de spreektijd is gewoon anders. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, het klopt dat het nu niet altijd, hè, dat er vaak bij een WGO zit er dan een eindtijd. Ik denk dat we daar opnieuw naar moeten kijken met elkaar. Kijk, alles maximeren is ook niet altijd de oplossing. Ik hoop dat de heer Wassenberg dat ook met me eens is. Met 17 partijen, we moeten ook effectief en efficiënt blijven. Maar het gaat hier, en zo interpreteer ik de vraag van de heer Wassenberg, om zorgvuldige wetgeving. Nou, daar moet alle ruimte voor zijn. Of je nou een grote partij bent of een kleine partij. Meneer Van Baarle, heeft u een vraag over iets dat mevrouw Bergkamp al heeft geadresseerd? Want er komen geloof ik nog een aantal blokjes. Anders zou ik haar de ruimte willen geven om verder te gaan, maar... Ja, voorzitter, voortbordurend op dit punt. Ja. Omdat ik aan mevrouw Bergkamp zou willen vragen of zij samen met mij constateert dat dit ook een cultuurvraagstuk is in dit huis. Dus de kwestie van hoe gaan we in dit huis met elkaar om? En voelen we van elkaar aan dat dit vanuit een minderheidsstandpunt een dusdanig zwaar punt is dat we iemand de mogelijkheid bieden om daar hier plenair het woord over te voeren. Ik denk dat dat iets belangrijks is wat we elkaar moeten gunnen. En ik was benieuwd naar mevrouw Bergkamp in hoeverre zij dienstig zou kunnen zijn om
die cultuur te veranderen en hoe ze dat zou zien als voorzitter? En voorzitter, dat vind ik een hele mooie en ook wel een terechte vraag. Want je hebt, laat ik zeggen, hoe we hier besluiten met elkaar nemen. Maar ik heb zeker een rol als voorzitter om die cultuur te wijzigen. En de cultuur kan je natuurlijk niet alleen, maar je kan wel aanjager zijn. Ik heb in mijn vorige functies, toen ik organisatieadviseur was, ook cultuurveranderingen ingezet. Dus je kunt wel degelijk als voorzitter daar sturing aan geven. En wat ik ook zei, een van de concrete voorbeelden om met de fractievoorzitters daarover in gesprek te gaan, is natuurlijk één stap in die cultuurverandering. Om oog te hebben voor het minderhedenstandpunt. Hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de plenaire agenda minder belast wordt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de commissies effectiever worden? Dus ik ben het helemaal met u eens. En zo zie ik mijn rol ook. Ja. Dank u wel. Heer Dassen? Ja, voorzitter. Misschien eerst even voorbedurend op de vraag die net gesteld werd. Want dat was ook een vraag die ik had over die nieuwe bestuurscultuur. En inderdaad van wat u daar concreet aan kunt doen. En ik hoor nu nog heel erg van binnen de bestaande kaders. Van wat kunnen we daaraan verbeteren om die cultuur te versterken en te waarborgen. Maar ik ben ook benieuwd van, heeft u innovatieve ideeën om dat juist open te breken. Om echt die aanjager te zijn. En wat zouden dan concrete plannen zijn om daarmee aan de slag te gaan? Ja, kijk, je moet vernieuwen, niet om het vernieuwen, zeg ik maar. Het is natuurlijk altijd heel leuk om te zeggen, nou, ik heb een innovatief idee. Alleen ik denk dat de commissie van der Staaij heeft natuurlijk, maar heel blij dat dat gebeurd is, ook echt dat reglement van orde per artikel bekeken van wat kunnen we nou doen om die agenda, die structuur te verbeteren en de voorspelbaarheid daarin te vergroten. En ik denk dat het al goed zou zijn als we die aanbevelingen met elkaar gewoon gaan invoeren, gaan nakomen. Ik denk dat dat al echt heel belangrijk is om die cultuurverandering ook met elkaar te realiseren. En als het gaat over de regeling, als het gaat over de wijze van stemmen, de cultuurverandering, wat ik net ook aangaf met collega Van Denk, en ook het gesprek met de fractievoorzitters, versterken commissie en plenair. Als we dat allemaal al gaan doen, spiegel voorhouden als voorzitter, nou dan heb je echt al heel veel daarin gedaan. Maar ik denk dat het goed is om tussentijds te meten, ook de vraag te stellen aan de collega's, hoe gaat het? Hoe doe ik het als voorzitter? Moet ik ergens op letten? Dat lijkt me heel goed om daar ook feedback over te ontvangen en om te kijken hoe we stap voor stap die gewenste cultuur met elkaar bereiken. Ja. Heer Dassen. En even over het stemmen, zou u ook bijvoorbeeld voor digitaal stemmen zijn? Dat is een heel interessant punt. ik hoor mijn collega lachen op de achtergrond. Er zijn verschillende onderzoeken ook wel daarnaar geweest. Hè? En er zijn voor's en tegens. De kosten versus de snelheid. Ik sta altijd open om opnieuw te kijken naar de innovatieve mogelijkheden. Dat geldt trouwens ook voor een digitaal quorum. Daar heeft de Kamer nu niet voor gekozen. Als de Kamer daarvoor kiest, gaan we dat zo spoedig mogelijk invoeren. En op een goede manier doen, net zoals de Eerste Kamer. Het is belangrijk dat er hier vanuit de Kamer ook een setje wordt gegeven om een aantal dingen erin te doen. En dat is ook aan u om met elkaar mij ook zeg maar, de mogelijkheid te geven om verder te digitaliseren. Ik sta ervoor open. Maar het is aan uw Kamer om dat met elkaar ook vast te stellen dat u dat ook een goed idee vindt. Want daar ben ik wel van afhankelijk. Fijn om te horen. En voorzitter, daar zullen we ook zeker onze bijdrage natuurlijk aan leveren om te zorgen dat dit soort punten dan op de agenda komen. Dan nog één andere vraag over dualisme. Want sinds ik hier in de Kamer zit, is het daar heel veel over gegaan. Is daar heel veel over gesproken, ook afgelopen week in de debatten. Bij uw kandidaatstelling was dat ook het eerste eigenlijk wat mij te binnen schoot. De kans dat D66 gaat regeren, is in mijn optiek op dit moment vrij groot. En ik vroeg me dus ook af van hoe gaat u waarborgen dat als u daar ook voorzitter bent, dat dualisme dat echt versteld en hersterkt gaat worden. Zeker gezien de discussies van de afgelopen week. En ook richting de mensen die ons uiteindelijk verkozen hebben. Wat is het beeld wat daarbij opschept en hoe gaat u ervoor zorgen dat dualisme dus echt versterkt gaat worden? Ja, nou allereerst over, ik ga natuurlijk niet anticiperen op wat voor coalitie dan ook. We hebben net een informateur gisteren aangesteld en een mislukte verkenning, dus dat is niet makkelijk. Het allerbelangrijkste is eigenlijk wat ik heb aangegeven, wat voor type voorzitter ik wil zijn. Een van onpartijdig, onafhankelijk. Ik heb altijd als Kamerlid, maar ook in mijn vorige functies, oog gehad voor minderheden. Ik vind rechtvaardigheid heel belangrijk en gelijkwaardigheid. Dus daar zal ik me zeker voor inzetten. En als ik uw voorzitter mag zijn, zal ik dat ook heel goed bewaken. Of mijn partij, maar ik sta hier namens de firma Bergkamp, moet ik zeggen. Ik sta hier niet namens D66. Dan is het belangrijk dat
ja, wat er ook uitkomt, en dat geldt denk ik voor iedere voorzitter, je bent voorzitter van alle 149 Kamerleden en niet meer vanwege je partij. Dus dan moet je echt boven staan en partijpolitiek kleurenblind zijn. Eén laatste vraag, voorzitter, en dan ben ik echt klaar. Dat is erover van, we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat regeerakkoorden redelijk hard dichtgetimmerd worden. Dat was net ook een vraag die ik stelde, dus ik weet niet of die nog aan bod komt, maar daar zijn verschillende partijen waarvan het vermoeden ook is dat die toch ook weer met elkaar aan de slag gaan. Hoe gaat u, of wat is uw advies eigenlijk aan de Kamerleden die dadelijk een regeerakkoord moeten gaan uitvoeren om te zorgen dat zij ook een controlerende rol daadwerkelijk nog kunnen uitvoeren? Ja, mijn rol, als ik uw voorzitter zou mogen zijn bij het formatieproces, is die van procesbegeleider. Dat is misschien een beetje duf om te zeggen, maar het is niet aan mij om politiek inhoudelijke standpunten daarover in te nemen. Dat is nou echt het verschil tussen het zijn van voorzitter en het zijn van Kamerlid dat op dat moment aan het onderhandelen is en de coalitie die hopelijk een regeerakkoord formeert. Maar dat is de verantwoordelijkheid en de verdeling daartussen. De heer Van Haga. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst dank voor alle antwoorden en het voortreffelijke betoog. Maar veel van de verbeteringen zitten natuurlijk in hele kleine praktische dingen. En ik heb al aangegeven in mijn eigen bijdrage over dat de informatie vaak niet of te laat of onvolledig was. Maar dank dat u mij erop wees over dat coronadebat. Die corona-informatievoorziening die is vaak zo ongelooflijk veel. En dat is een soort informatieoverload die je dan krijgt. En op al die vier punten zeg maar, heb ik niet helemaal begrepen wat u dan precies gaat doen. Want het zijn volgens mij hele simpele agendaverschuivingen. Of misschien een beetje toch dictatoriaal omgaan met de mensen die het aanleveren. Zodat wij in ieder geval de kans krijgen om dingen gewoon normaal voor te bereiden. Ja, kijk, wat mij zelf opviel was dat de tijd tussen het lezen van de rapporten. En het is maar een voorbeeld, hè, we hadden het ook over allerlei andere inhoudelijke onderwerpen kunnen hebben. De tijd om je te kunnen voorbereiden, de informatie te kunnen doorgronden en het debat, ik vond dat weinig tijd. En dat lijkt mij heel goed. Kijk, je bent altijd afhankelijk natuurlijk ook van de agenda van de bewindspersonen. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Alle partijen moeten kunnen, maar het lijkt me wel goed om daar ook wel op te duwen. En om dan te kijken, wanneer kunnen we dan wel het debat hebben? En ik zou het heel mooi vinden als we dit onderwerp ook een keer echt wel in bredere zin met een aantal Kamerleden kunnen oppakken van hoe kunnen we dat nou verbeteren? Wat zijn nou praktische dingen? Er zijn een aantal dingen die ik zelf zou kunnen doen. Namelijk op het moment dat de informatie niet tijdig is, zeggen van nou, het debat schuiven we op. Dat is een mogelijkheid. Het kan zijn dat als het gaat over een debat, en dat vind ik ook een beetje vallen onder een soort procesregie, is alle informatie aanwezig, zou ik willen vragen aan de Kamerleden om het debat door te kunnen laten gaan. Dat zijn allemaal simpele dingen, ben ik met u eens, om dat zelf al te doen. Maar wellicht zijn er nog meer mogelijkheden die ik zelf nu even niet zie, die de Kamerleden wel vanuit hun eigen ervaring hebben ondervonden. Die zou ik graag mee willen nemen in een completer pakket van hoe kunnen we de informatiepositie van de Kamer verbeteren. En ook, ik vind dat een hele mooie oplossing van onze huidige tijdelijke voorzitter, op het moment dat schriftelijke vragen niet tijdig zijn beantwoord, ja, om dan een mondelinge vraag toegewezen te krijgen. Dat werkt. En ik kan me ook zo voorstellen dat ik een bewindspersoon aan ga spreken, dat ik soms ook een kabinet naar de Kamer laat vragen als er echt een belangrijk onderwerp is en die hele informatievoorziening klopt en botert niet. Nou, ik denk dat ik daar ook een rol in heb als Kamer om daar om me tanden daarin vast te zetten en om u daarin te bijten. Of nee, u niet, maar hopelijk niemand bijten, maar in ieder geval wel om u als uw bondgenoot te zijn. Heer Van Haga. Ja, ik hoop in ieder geval dat als er ministers en staatssecretaris in vak K daar staan, dat u ze wat sneller afkapt dan u zelf de gelegenheid neemt. Maar dat terzijde, ik ben blij met het antwoord hoor, daar niet van. Gelukkig. Nu ik hier toch sta, volgens mij was dit debat gepland van 10:15. En ik verbaas me er echt heel vaak over. Hè. Ik maak mijn eigen planning erop. Die debatten worden zo kort ingepland. En ik kijk altijd op mijn neus, want iedereen gaat praten, iedereen gaat interrumperen. Dat doe ik nu ook natuurlijk weer, hè. Dus ik ben er zelf ook schuldig aan. Mensen in vak K die blijven maar door ouwe nelen. Wat gaat u daaraan doen? Want het is toch mogelijk om gewoon je aan de planning te houden? Nou, ik zie twee dingen. Ik zie interrupties die niet kort en bondig zijn, zeg ik maar even. En dat is niet aan u, zeg maar, een verwijt, maar dat is waar we ons allemaal schuldig aan maken. Hè? Als we kijken naar het reglement van orde, een vraag hoort gesteld te worden in plaats van een inleiding betoog. Daar gaat het al mis.
Maar ik zie ook soms de machteloosheid van de voorzitter om daar elke keer wat van te zeggen. Dus dat is ook iets wat we in herhaling die spiegel moeten voorhouden. Interrupties moeten kort zijn. Verder zie ik ook veel herhaling vaak in debatten. En ik denk ook dat dat goed is om dat op een gegeven moment ook, en dat gebeurt ook regelmatig, ook te zeggen van ik hoor nu hetzelfde. Dus dat is waar ik op zal interveneren. Voorzitter, dan ga ik snel, aangemoedigd door de heer Van Haga, naar het volgende blokje, samenstelling van de Kamer. Het respecteren van het minderheidsbelang. Ik denk dat ik dat in de interruptie al voldoende heb aangegeven, dat gelijke speelveld wat ik daarin zie. Hoe kan de voorzitter de positie van de kleine partij versterken? Nou, ook aangegeven als het gaat over de versterking van de informatiepositie van de Kamer. Dat die natuurlijk ook geldt voor de kleinere fracties. En zeker als het gaat over uitbreiding van bureauwetgeving en onderzoek, de dienstanalyse en onderzoek. Hè, om daar meer tools aan te geven. En ik kan me ook zo voorstellen, dat is ook een onderwerp van gesprek, dat als een fractie het woord voert namens meerdere fracties, dat misschien dan de spreektijd uitgebreid zou kunnen worden. Het is maar een idee. En verder denk ik dat het ook belangrijk is. Mijn collega van de BBB, mevrouw Van der Plas, gaf dat ook aan. Het inwerken van nieuwe fracties is natuurlijk ook belangrijk. En het lijkt me heel goed als de G4 samen met de ervaren Kamerlid ook kijkt hoe we nieuwe collega's van kleinere partijen daar ook nog meer bij behulpzaam kunnen zijn. De vraag over wetgeving is beantwoord van mijn collega. Het volgende blokje, voorzitter, over de organisatie van de Kamer. Ik heb al kort aangegeven, commissie Van der Staaij, wat ik daar heel waardevol aan vind. Maar dat heeft ook te maken om de vergadering efficiënter, effectiever te krijgen. Het stemmen op een vast moment, de regeling via de commissies. Maar het heeft ook te maken, voorzitter, met de gezondheid van Kamerleden. Er zijn ook een aantal vragen over gesteld, GroenLinks, D66. Er zijn zorgen over. Kamerleden die overwerkt raken. Dat hoeft natuurlijk niet alleen te maken te hebben met het werk, laat ik dat ook zeggen. Maar ik voel de verantwoordelijkheid, misschien ook door mijn HR-achtergrond, om te kijken wat we nog meer kunnen doen om dat te voorkomen. En daar zit ook een stuk in. Ik merk dat ook bij collega's die de Kamer hebben verlaten. Die onvoorspelbaarheid. Voorbeeld, hoofdelijke stemmingen. Die ons vaak hier tot laat in de avond gijzelen. We hebben gezegd. En daar sta ik ook voor. Dat is een grondrecht van een Kamerlid om ook te vragen om een hoofdelijke stemming. Er staat niet beschreven wanneer dat moet zijn. Er is een motie aangenomen, VVD-CS, die zegt het kan op een later moment, een nader te bepalen moment, plaatsvinden. Ik zou daar wel meer op willen toezien en op willen handhaven. En natuurlijk als de meerderheid van de Kamer anders besluit. Dat kan natuurlijk altijd. Maar ik vind het wel belangrijk om die intentie die door uw eigen Kamer is vastgelegd, is in een motie en is aangenomen, om daar veel meer ook op toe te zien. En die regelmatige structuur, sommige mensen zeiden, de onvoorspelbaarheid om daarop te richten. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te doen, om te voorkomen dat er te veel druk zit, te laten debatten. Ik denk ook altijd, er is altijd nog ook een dag daarna. En ik kan me voorstellen een debat waar mevrouw Leijten en ik onderdeel van waren over de jeugdzorg. Waar we het onlangs nog over hadden, dat het was heel erg laat en we waren moe. En mevrouw Leijten had ook een bijzondere gesteldheid, zeg maar. En dat het toch de drive was om in de nacht door te gaan. Ja, dat moet je niet willen met elkaar. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, ik was zwanger. 7 maanden en er werd doorgeduwd. En ik zei, nou prima als we doorgaan, maar dan ga ik wel even een uurtje liggen. Want ja, dan zou ik niet vol. Toen werd er gelukkig toch geschorst. Dat zijn uitzonderlijke situaties. En ik vind het moeten wachten op een hoofdelijke stemming eigenlijk niet het goede voorbeeld. Ik vind dat, want het is een recht van Kamerleden. En daar kun je van afspreken, dat doe je op een ander moment. Er zijn ook vaak partijen die hun leden binnenhouden, ook al is er geen motie of wellicht helemaal geen stemming. He, dat is ook een dynamiek van coalitie-oppositie. Volgens mij zit de werkdruk ergens anders. Die zit namelijk bij het niet krijgen van antwoorden. Het niet op de agenda kunnen krijgen van je onderwerpen. Daar zit dan veel werk in, veel frustratie in. En daar zit ook afhaken in. En dan wil ik toch weer terugkomen op mijn vraag van net. Want ik vond de antwoord onbevredigend. Er is een minderheidsdebat. Dat echt op geen andere manier op de agenda kan komen. De commissie wijst het af, dus je moet plenair. En het komt dan op 100, plek 150. Maar het is wel urgent. Wat doet mevrouw Bergkamp als voorzitter dan voor die minderheid?
Ja, voorzitter, nog even terugkomend op het voorbeeld van de hoofdelijke stemming. Ik weet dat bij sommige collega's dat wel degelijk een rol speelt. Hè? Maar het is een voorbeeld. Er is nog veel meer inderdaad je informatie niet krijgen. Hebben we er net uitgebreid bij stilgestaan. En mevrouw Leijter herhaalt de vraag over het 30-ledenbad. En ik zat er ook in de tussentijd ook even over na te denken. Kijk, wat natuurlijk ook een optie is op een moment... Een 30-ledenbad had als doel inderdaad in te spelen snel op een actualiteit. Dat we op dat moment zeggen, oké... Okay, als dit het 30-leden-debat is, welk ander debat moet dan wijken? Hoe ziet de Kameragenda eruit? Hoe kunnen we plaatsmaken voor een debat waar voldoende steun voor is, voor een 30-leden-debat? En ik denk, even meedenkend daarin, als er meer ruimte is op die plenaire agenda, die nu toevallig en ook door COVID en door de bijzondere weken wat leger is, ja, zou ik er ook voor willen pleiten dat er soms ook wat leegte op die agenda is. Dat is helemaal niet erg. En dan vergroot je de kans dat er wat meer ruimte is voor spoedeisende zaken, waar een minderheid voor is, een 30-leden-debat, zodat je dat wellicht naar voren kan trekken. Als de Kamer dat natuurlijk ook met mij een goed idee vindt. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, ik dacht eigenlijk aan iets anders. Ik zou het heel erg verstandig vinden als de nieuwe voorzitter gewoon een dag, een middag vrij houdt voor actualiteiten en dat zelf invulling aangeeft. Met het presidium, in samenspraak met ook minderheden. Want je ziet dat het weggespeeld wordt en zeggen van ja, het heeft urgentie, maar het is een minderheidsdebat. Of er dan maar een ander debat op, gaat niet gebeuren. Weten we allemaal, gaat niet gebeuren. Dus het zou mij een liefding waard zijn als we die spiegels zouden gebruiken, ja. Dat we kijken naar hoe kan die lijst aanzienlijk korter, is het debat wat je aanvraagt wel hier nodig, allemaal zo. Maar er zijn situaties waarin debatten geblokkeerd zullen worden en zullen blijven en dan is er de voorzitter die juist die minderheid ook moet bedienen en op korte termijn moet kunnen bedienen. Okay. En dat is meer dan een proces, dat is ook inhoud. Ja, voorzitter, de suggestie van mevrouw Leijten is denk ik een hele zinvolle en het lijkt me ook heel goed als de Kamer... Ik bedoel, we zitten al wat los van dit debat, denk ik, dat we met dit onderwerp wat moeten wieden van ons ook voorzitter is. Lijkt me het goed om daar weer opnieuw te kijken naar de commissie van de Staaij, om daar toch nog eens op te laten reflecteren of dat een oplossing is. Ik vind dat echt een hele serieuze. Ik geef zelf aan dat het mij goed lijkt dat er meer ruimte überhaupt is op de agenda voor spoedeisende zaken. En deze zou er aan toegevoegd kunnen worden met instemming als dat is vanuit de Kamer als geheel. Voorzitter, ik vervolg mijn betoog. Het managen van 17 partijen, daar heb ik al het een en ander over gezegd. De commissie van der Staaij doet goede suggesties. Procesregie is denk ik een belangrijke. Mijn collega Roel Bouke heeft mij de tip gegeven. Kijk ook eens naar het Europese parlement, waarin met heel veel landen er heel efficiënt en effectief wordt vergaderd. Zou ik echt goed vinden om daarnaar te kijken. Minder herhalingen, kortere interrupties. Maar nogmaals, ik zie soms het zwoegen van de voorzitters om daar ja, leiding aan te geven. Maar... De intentie is er en strijdbaar ben ik om daar ook mijn rol in te vervullen, als ik uw voorzitter zou mogen zijn. Verhuizing heb ik denk ik aangegeven dat ik op grond van mijn HR-ervaring, ook directeur geweest van Facilities, daar een goede rol in zou spelen. Ook vanuit het presidium natuurlijk in de voorbereiding meegedraaid en ik ben ook gemotiveerd om dat te doen. Waarbij het belangrijk is om ook de moties die door de Kamer zijn aangenomen, namelijk om het belang van de gebruiker centraal te stellen en goed mee te laten doen en ook daar een nieuwe governance afspraken over te maken, lijkt me heel goed om dat zo spoedig mogelijk dan ook te doen. Voorzitter, dan het volgende blokje over de ambtelijke organisatie. Blijvende professionalisering. Werd de vraag gesteld, wat neem je mee? Volgens mij collega van de VVD, vanuit HR. Nou, vanuit HR, oftewel Human Resource personeelsbeleid. Dat is dat het ontwikkelen van je mensen bepaalt eigenlijk het succes van je organisatie. En mevrouw Leijten gaf ook aan van, wat is nou de machine? Hè? Wat is nou de kern daarvan? Nou ja, dat zie ik dus, dat is de ambtelijke organisatie die ons altijd in eer en geweten goed ondersteunt. En het lijkt mij goed, net zoals dat emancipatie een werkwoord is, dat professionalisering is ook een werkwoord. Dan moet je altijd kijken hoe je de organisatie bij de tijd kan blijven krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat over het vervullen van mantelzorg, als het gaat over inclusie, ook heel belangrijk, lijkt me een uitstekend onderwerp voor de raming om daar een keer op terug te komen.
En dat lijkt me ook goed om de positie van de griffier daarin ook te versterken, zodat in dit geval zij ook de organisatie soms kan waarschuwen van wat kan nou wel en wat kan niet. Ik denk dat dat ook, die signaalfunctie, een hele belangrijke is. En verder zou ik willen kijken naar een veilige omgeving, loopbaanontwikkeling, opleidingsbeleid, waarbij de griffier natuurlijk uiteindelijk met het directieteam verantwoordelijk is, maar ik wel vanuit mijn ervaring daar een rol in zou willen spelen. Voorzitter, de kloof tussen het publiek en de overheid en de politiek en de samenleving. Ja, daar hebben wij natuurlijk allemaal een verantwoordelijkheid in. Maar de voorzitter natuurlijk nog wel een speciale, omdat ze natuurlijk ook, of hij, boegbeeld is van de Kamerorganisatie. En het is belangrijk, die toegankelijkheid ook. Ik vind dat ontzettend belangrijk als het gaat over doventolken, dat mensen met assistentiehonden, mensen in een rolstoel, blinden, slechthorenden. Het parlement moet zo toegankelijk mogelijk zijn. Ik zou dat echt, nou ja, u ziet het volgens mij aan mij, ik doe dat niet vaak zo met mijn vuisten, maar ik vind dat heel belangrijk. Hiervoor, in de vorige periode, veel gedaan met het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Nou, het lijkt mij heel mooi als we daarin als parlement ook voorlopen. En er zijn natuurlijk heel veel stappen al genomen, maar het lijkt me heel goed om dat verder te brengen. Ook de inclusiviteit. Voorzitter, als het gaat over hoe worden wij gezien, collega Van der Plas gaf dat ook aan. Het is altijd belangrijk om te kijken van buiten naar binnen, te denken van buiten naar binnen. Hoe doen we het? Wat is ons spreektaal? Ik heb soms ook de neiging om soms wat moeilijke woorden ook te gebruiken of afkortingen. Dat zie je vaak in het zorgdebat. Maar het is goed om die verantwoordelijkheid allemaal daarin te voelen. En ik vind het ook ontzettend mooi wat er ook allemaal al gebeurt in dit parlement, wat nu natuurlijk door corona helaas onhold is, als het gaat over de scholieren bijvoorbeeld die hier komen. Het kindervragenuur. Maar zou het ook niet mooi zijn als het gaat over technische briefings, hoorzittingen, dat we dat ook een keer op locatie doen, bij een uitvoeringsorganisatie. Natuurlijk, iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor werkbezoeken, maar we zouden soms ook wat vindingrijker om kunnen gaan met hoorzittingen en ronde tafelgesprekken. Het is nu toch vrij institutioneel. Een position paper, 2 vragen max, waar je soms zelf denkt, nou, ik zou wel behoefte hebben aan meer vragen. Er valt heel veel over te zeggen. Ik hoop dat ik deze vraag op die manier voldoende heb beantwoord en ook de toegankelijkheid. Verder is een vraag gesteld over waar liggen nou je grenzen als voorzitter? Wat kan allemaal gezegd worden? Vrijheid van meningsuiting. Voor mij is vrijheid van meningsuiting een heel groot goed. De Kamer gaat over de inhoud. De voorzitter kan wat zeggen van de vorm. Daar biedt het reglement van orde allerlei tools voor. Het is natuurlijk aan de voorzitter. Je kan dat niet met een schaartje knippen wanneer er ingegrepen moet worden of niet. Ik denk dat de vergaderdiscipline een grotere uitdaging is dan ons woordgebruik in de Kamer, eerlijk gezegd. Ik denk dat ons houden aan kortere interrupties, elkaar laten uitspreken, weet je, dat die effectiviteit van het vergaderen is denk ik een grotere uitdaging voor ons. Ja, 21 stelde ook de vraag over de waardigheid. Hè? Waar zit het dat dan in? Wat mij betreft zit die waardigheid in de regels respecteren die we met elkaar hebben afgesproken. Niet schreeuwen, elkaar laten uitpraten. De coronaregels respecteren. Iedereen vergeet, als ik ook, mijn mondkapje. Het is ook zo belangrijk om toch elkaar daar ook op aan te spreken en niet op 5 centimeter afstand in elkaars gezicht te hijgen. Het is belangrijk, we zijn het voorbeeld, mensen kijken naar ons om dat te doen. Voorzitter, even kijken. Dan zijn er nog een aantal specifieke vragen gesteld. Die ik ook al een beetje heb beantwoord, de vraag van mevrouw Simons over bijeen. Heeft de samenstelling van de coalitie invloed op het functioneren van de voorzitter? Dat zou niet mogen. En als ik uw voorzitter ben, zal dat ook niet gebeuren. Ik vind de voorzitter moet onpartijdig, onafhankelijk zijn. En als dingen, ja, als er feedback te geven valt op dat, of het kan ook sprake zijn van misverstanden, dan moeten die uitgesproken worden. Maar ik hoop dat mijn antwoord daarin helder is. SGP heb ik, die vroeg nog een vraag van hoe ziet een ideale plenaire weekagenda eruit? Dat vond ik een hele leuke vraag. Op tijd beginnen, 10:15, op tijd eindigen, 11:00, niet later. Met coronaregels om 7:00 eindigen. Voldoende tijd hebben voor wetgeving, de grote thema's. En geïnspireerd door mevrouw Leijten, voldoende ruimte ook hebben voor actualiteiten. Dat zou mooi zijn. Een plenaire agenda die meer de essentie, meer de grote maatschappelijke debatten kan bevatten, maar ook heel veel afgedaan kan worden in commissies.
Verder is er ook een vraag gesteld door GroenLinks als het gaat over corona. De lessons learned. Het lijkt me sowieso goed om dat ook een keer met uw Kamer te evalueren. Van wat, ik denk dat nou ja, we gaan sowieso, wordt het beleid van het kabinet geëvalueerd van corona, maar ook lijkt me het heel goed van ons functioneren. Het lijkt mij in ieder geval goed, dat is één punt wat ik er dan even uitpak, dat het goed zou zijn om debatten te hebben op hoofdthema's. Dus een debat over de staat van het onderwijs, de staat van de zorg, dat je in ieder geval dat soort grote onderwerpen nog doorgang kan laten vinden. En de vraag over digitale quorum heb ik beantwoord. En ook de vraag over privé. Dan de wetgeving. Een vraag van mevrouw Leijt over het belastingplan. Ik denk dat ze daar een terecht punt heeft. Het is een worsteling van heel veel partijen ieder jaar. Er zit geen verbetering echt in. Maar het is niet te behappen voor mensen. Dus ik zou het heel mooi vinden om te kijken hoe de werkwijze van het ministerie, als dat realistisch is, beter kan aansluiten bij de werkwijze van onze Kamer. En dat je bijvoorbeeld veel meer een gefaseerdheid daarin kan hebben. Ik denk dat dat een terecht onderwerp is en het lijkt me heel mooi als eerst groot onderwerp om dat ook aan onze Kamer, om dat op die manier beter te pakken. De Partij voor de Dieren gaf ook nog aan hoe gaan we om met gender issues. Dat vind ik een hele leuke vraag, ook omdat ik woordvoerder emancipatie was. Ja, je bent allemaal mens. Je kunt daar altijd inderdaad een soort blinde vlek hebben, maar ik denk dat ik daar wel oog voor heb en anders ook die feedback daarop zou moeten krijgen. Want ook ik heb mijn blinde vlekken daarin. Dan, voorzitter, was er nog een leuke vraag gesteld door, even kijken, de BBB. Noem nou je beste eigenschap en je minder goede eigenschap. Ik denk dat mijn goede eigenschap is dat ik sta voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Ik denk dat dat zit in mijn gen, dat zit in mijn verleden, dat zit in de vorige functies, dat zit in het heden bij mij. Die waarden draag ik bij me en zal ik ook altijd zo goed mogelijk zeg maar een plaats geven in welke functie ik dan ook doe. Slechte eigenschap is, ik ben niet zo goed in namen. Ik onthoud gezichten, maar namen, ja, dat is gewoon, daar moet ik echt in getraind en geoefend worden. Dus ik denk dat wordt nog wat, als het zo mocht zijn, met het stemmen. Maar daar ga ik echt flink in oefenen. Maar dat is een beetje mijn, ja, hoe ik naar mijzelf daarin in kijk. En er zijn vast nog wel andere eigenschappen. Maar deze vond ik even relevant in de rol van voorzitter. Nou, dit is dus mevrouw van der Plas. Ja. Mevrouw van der Plas. Ja, daar kan je op wachten dan, hè? Dat... Nou ja, ik wou inderdaad inbrengen. Gelukkig hebben wij maar één persoon in de fractie en geen 35. Dus dan wordt het iets makkelijker. Ja. Maar bedankt dat u ook de laatste vraag heeft beantwoord. Heel goed. Dank u wel. En nou ja, misschien nog ingaande tot slot wat u aangaf over non-verbalen. En, ik had vroeger een leidinggevende en als mensen bij hem naar in de kamer wilden komen, keek ze altijd eerst wat zijn humeur was. En dat vond ik vreselijk. Toen heb ik met mezelf afgesproken, en dat zou ik ook willen doen als uw voorzitter, het moet niet uitmaken wat voor dag het is. Je bent natuurlijk een mens. Maar het is wel belangrijk om van ieder debat ook een feest te maken. Want dat is natuurlijk ontzettend eervol om hier te mogen zijn, überhaupt in welke rol dan ook. Ik heb nog heel kort slotwoord, voorzitter. Maar... Ja, eerst het slotwoord lijkt mij goed. Ja. En dan de overgebleven vragen, ja. Maar dan ligt daar het slotwoord, denk ik, misschien wel. Ik hoop, voorzitter, dat ik u heb kunnen overtuigen van mijn motivatie en geschiktheid. En ik hoop dan ook dat u alle een eigen afweging gaat maken. En ik wil u in ieder geval bedanken voor de vragen die gesteld zijn aan mij. Ik zou mijn collega's willen vragen nog een korte vraag te stellen, met de nadruk op kort. Heer Marcus Sauer. Ik hoop dat ik haar kan voldoen, voorzitter. Nou, wat ik me afvroeg is, waarom trekt mevrouw Bergkamp zich eigenlijk niet terug? Want wil mevrouw Bergkamp nou op deze manier, na een stiekem geheim telefoontje van mevrouw Kaag naar meneer Rutte, in het hols van de nacht even gesproken, en dan 8 uur later komt dan de kandidatuur van mevrouw Bergkamp. Wil mevrouw Bergkamp nou echt op deze manier straks in de voorzittersstoel belanden? Ja, voorzitter, ik ben toch blij dat deze vraag gesteld wordt. Ik vind het niet leuk. Ik vind het ook niet leuk, de suggestie die gewekt wordt, maar het is wel goed om dat te verduidelijken. Het is een goed gebruik in dit huis om elkaar te informeren.
Dat is ook wat mevrouw Kaag gisteren ook gezegd heeft in het interruptiedebat met de heer Wilders. Niet meer of minder. Er is geen sprake van afspraken. Ik vind ook in alle functies die ik ooit gedaan heb, heb ik dat gedaan op eigen kracht. En nu weer. Ja, nou, kort. In ieder geval, het beeld is heel anders. Feit is dat mevrouw Kaag heeft gebeld en pas daarna, en dat was, daarna heeft mevrouw Bergkamp zich gekandideerd. Het was natuurlijk een duidelijk signaal, hè, dat mevrouw Kaag kon afgeven. Eerst een motie van afkeuring en dan weet Rutte natuurlijk hartstikke goed als Kaag belt, dan weet hij genoeg. Bergkamp gaat zich namens D66 kandideren en VVD zal het dan wel steunen. Uw vraag. Nou, ik zou toch willen aan mevrouw Bergkamp mee willen geven. Trekt u zich terug? Dit is toch niet de manier waarop je in de voorzittersstoel moet willen belanden? Ja, voorzitter, wat ik erg vind, is op het moment dat ik antwoord geef op een vraag, dat er een reactie komt die niet spoort met de feitelijke uitleg die ik daaraan gegeven heb. En dat is precies het verschil tussen beelden die heel snel ontstaan, dat geef ik toe, maar die niet kloppen met de werkelijkheid. En laat ik nogmaals zeggen, ik sta hier als Vera Bergkamp, niet namens D66. Dat mensen elkaar informeren, sinds wanneer is dat erg? Volgens mij hebben we hier een goed gebruik dat we elkaar informeren. Er zijn geen afspraken. Ik heb dat niet nodig. Ik sta hier op eigen kracht. En het is uiteindelijk aan uw Kamer om zelf daarin een keuze te maken. En dit is het verhaal. Dit zijn de feiten. Niks heb ik er verder mee aan toe te voegen. De heer Van Baarle. Dank u wel, voorzitter. En dank in de richting van mevrouw Bergkamp voor de uitgebreide beantwoording van de vragen. Eén punt dat ik aangestipt heb namens de fractie van Denk en ook een vraag over heb gesteld, heeft u aangestipt door het woord inclusiviteit te noemen. Maar ik was toch wat meer benieuwd naar hoe u het concreet zou willen aanpakken. Dus de vraag, hoe gaat u zich als voorzitter, als u het zou worden, inzetten voor representativiteit, diversiteit en inclusie in die Kamerorganisatie? Hoe ziet u dat voor zich? Nou, voorzitter, een terechte vraag. Ik heb ook aangegeven dat, om het een beetje samen te vatten, dat ik het een heel belangrijk onderwerp vind en dat ik het zo belangrijk vind dat het onderdeel moet zijn van de raming. Inclusiviteit, voorbeeldfunctie hebben als Tweede Kamer, of dat nou gaat over toegankelijkheid, als het gaat over inclusiviteit, vind ik heel belangrijk. En ik zal er ook echt een belangrijk punt van maken en me daar zelf ook voor inspannen, samen met de Kamerorganisatie natuurlijk. En ik weet, er zijn best heel veel stappen al gezet, hè, dus het is niet zo dat we van scratch af aan, maar het is goed om het daar met elkaar over te hebben en om een representativiteit ook te zijn, een voorbeeldfunctie te hebben, ook kijkend naar de samenleving. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, tot slot en heel kort om daar dienstbaar aan te zijn. Ik zou dan toch aan mevrouw Bergkamp willen vragen of ze het iets concreter zou kunnen maken. Welke concrete doelen ziet u daarbij? Welke concrete maatregelen zou u daarbij zien? En inderdaad, het klopt, er is in de afgelopen periode ook zijn er stappen gezet. Daar wil ik niet aan afdoen. Maar toch vinden wij als fractie dat er extra stappen gezet moeten worden. Ja, er is een manifest, is aangenomen, hè, ook door de Tweede Kamer, waar de Kamer aan moet voldoen. En dat manifest gaat over inclusiviteit, bevat ook doelstellingen. Dus ik zou daar ook mee door willen gaan. Ik denk dat daar zeg maar echt de kern in staat waar we voor staan, maar ik ben het met u eens. Het zou goed zijn om daar ook weer eens een keer een herijking op te doen en om met de raming daar met elkaar over te praten. Ja, een belangrijk onderwerp voor mij. Het gaat over gelijkwaardigheid, het gaat over rechtvaardigheid, dan raakt dat het direct. Mevrouw de Vries. Ja, ik heb één vraag die nog niet beantwoord is. Dat was de vraag. Ja, het begint niet goed. De aanbevelingen van de commissie Bosman. En ik heb nog een andere vraag. Want ik snap best wel dat mevrouw Bergkamp hier een beetje de kolende geit wil sparen. En links, rechts en klein, groot en alles. Iedereen te vriend wil houden. Maar uiteindelijk is dat niet de werkelijkheid straks. De werkelijkheid zal zijn dat er beslissingen genomen moeten worden. Dan kom ik wel even terug bij mijn eerste interruptie. Kan mevrouw Bergkamp een voorbeeld geven van een kort en daadkrachtig besluit waarin echt een keuze gemaakt moet worden? En dan hier in de organisatie, niet politiek inhoudelijk, maar gewoon in de organisatie, u als secretaris van uw partij of bijvoorbeeld in het presidium? Nou, als het gaat bijvoorbeeld over mijn eigen fractie, heb ik voorgesteld een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
om dat uit te voeren, te evalueren. En ik heb nu net voorgesteld om dat weer opnieuw te doen. Te kijken naar, er zijn nieuwe mensen aangenomen. Dat is iets wat je met mijn fractie bespreekt. En waarvan ik denk, van nou, het is heel goed. Ik vind het belangrijk dat mensen veilig, in een veilige omgeving kunnen werken. Dat geldt ook voor mijn eigen fractie. Dus dat is een voorbeeld. Ik kan heel veel andere voorbeelden geven. Maar goed, dit is misschien een voorbeeld wat hopelijk ook voor u relevant is. Mevrouw de Vries. Ja, het geeft toch een beetje de indruk van heel veel polderen, heel veel praten, heel veel overleggen. En ik denk, soms moet je ook heel krachtig een besluit nemen. Zeker bijvoorbeeld in de coronacrisis, als het gaat over hoe wij hier met elkaar vergaderen. Dan moet er soms gewoon op heel korte termijn een knoop doorgehakt worden. En dan kan je niet iedereen tevreden houden. Dan zou je daar een besluit voor moeten nemen. En ja, naar dat voorbeeld ben ik eigenlijk op zoek. Maar daar ben ik met u eens. En ik ben 2 keer uitgeroepen als het meest effectieve Kamerlid. Dus ik ga voor resultaten. Alleen ik doe dat, u noemt dat polderen via de voorzitter, ik doe dat via samenwerking, omdat ik geloof dat je dan meer kan bereiken. En effectief Kamerlid zijn word je ook niet zomaar. Dat betekent dat je resultaten hebt door initiatiefwetten, door hard te werken. Maar inderdaad, ik kies er vaak voor om het met elkaar te doen. Omdat ik geloof dat je dan meer draagvlak hebt en meer kan bereiken. Dus dat vind ik wat anders dan polderen. He, ik heb altijd dat doel voor ogen en ik denk dat een aantal bewindspersonen dat van dichtbij hebben meegemaakt. Als het gaat over het reguleren van de wietteelt, ik hou vol. Als het gaat over Jan van Laarhoven, ik hou vol. He, dus stip op de bal, oog daarvoor hebben, ervoor gaan, resultaten realiseren. Meneer Nijboer. Voorzitter, ik heb goed naar de antwoorden van mevrouw Bergkamp geluisterd. En die zei ook een paar keer van, ik wil eigenlijk Kamerleden ook een spiegel voorhouden. En op zichzelf, nou ja, kan dat altijd waardevol zijn. Al moet ik ook wel eerlijk bekennen, als je de Pappenheimers een beetje kent, zegt een gemiddeld Kamerlid, ik zie er wel goed uit vandaag. En weer door. Ja, als je een spiegel voorhoudt. En wat gebeurt er dan? En dat is denk ik ook wel de vraag die mevrouw de Vries stelde. Wat is nou nodig in de Kamer? Welke stevige besluiten neemt u binnen de ruimte die u heeft als voorzitter, want natuurlijk de meerderheid beslist hier, bent u bereid te doen? En dat moet verder gaan dan alleen onderzoeken uitzetten. Ja, voorzitter, ik heb volgens mij heel veel verschillende punten aangegeven. Als het gaat over de commissie van der Staaij om die aanbeveling in te voeren. Hè, bijvoorbeeld op donderdag 1 uur tweede stemmoment. Een regeling via de commissies. Als het gaat over de discussie over inclusiviteit, om daar een belangrijk onderwerp van te maken. Dus ik heb al heel veel concrete punten aangegeven, maar ik vind het ook belangrijk, de lat ligt hoog, maar om ook niet de verkeerde verwachtingen te wekken dat het allemaal maar makkelijk is. Dat zou ik ook niet eerlijk vinden naar u als Kamer. Want dan zou deze voorzitter er al in geslaagd zijn om al die dingen die we willen te realiseren. Dus ik hoop dat dit debat ervoor is om mij beter te leren kennen, zodat u weet, wat voor voorzitter ben ik? Waar sta ik voor? Kijken naar mijn resultaten, naar mijn achtergrond en mijn ervaring. Meneer Nijboer. Ja, voorzitter, kijk, dit lijkt me goed dat de aanbevelingen van de commissie van der Staaij worden overgenomen. Want heeft de Kamer voor gestemd. He, dus dat is ook de opdracht en dat is ook goed. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat af en toe, en dat hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld met die verbouwing en architecten gezien, dat was gewoon een harde strijd. Daar heeft de vorige voorzitter zich hard op gesteld en ook niet alleen maar vrienden gemaakt. En dat is soms nodig als je in de Kamer wat wil bereiken. En dat geldt ook voor de minderheid beschermen. Dan moet er af en toe iets geagendeerd worden waar de meerderheid het dan niet mee eens is of die dat wil afvoeren. Mevrouw Leijt heeft daar een stuk of 6 keer naar gevraagd. En ik ben het daarmee eens. Dus de vraag van mij, tenminste ik zal namens mezelf spreken, is van wanneer, waar trekt u uw grens en wanneer, wat wilt u echt doordrukken als het een keer moeilijk wordt? Ja, voorzitter, ik ben heel strijdbaar als het gaat om de informatiepositie van de Kamer te versterken. Dat is een opdracht vanuit u als Kamer. De afgelopen jaren zijn we daar niet in geslaagd. Dat is een hele wezenlijke. Ik heb ook gezegd, ik ben bondgenoot van u als Kamer, als Kamerlid, om de deur altijd open te laten staan, om met u te werken, dat die vragen beantwoord worden, dat de moties worden uitgevoerd. Ik heb een aantal concrete dingen gezegd over cultuurverandering, samen met de fractievoorzitters. Ik heb zelf gezegd, rapporteurs in de Kamer, debat met dit kabinet, bewindspersonen aanspreken, zelfs het kabinet als geheel. Ik heb aangegeven als het gaat over de belastingwetgeving, om dat te kijken hoe de aanpak van de Kamer leidend kan zijn ten opzichte van de aanpak van het ministerie. Dus ik heb volgens mij heel veel concrete zaken daarover gezegd. Maar natuurlijk, het kan altijd meer. U heeft ideeën. Sta ik voor open. Mevrouw Luijten. Voorzitter, er zijn veel vragen gesteld, dat realiseer ik me. Ik had 3 belangrijke punten. Hoe ziet de machinekamer eruit? Gaat dat goed?
is een beetje op ingegaan. Wetgeving, daar is mevrouw Bergkamp op ingegaan. De vraag over macht, tegenmacht en wat is een volksvertegenwoordiger. Waarvoor dank, maar ik had ook nog één andere belangrijke vraag. En dat is mijn stelling, een aanval op één is een aanval op allen. En hoe kijken de kandidaat-voorzitters daar tegenaan? We hebben het net gezien met positie, omzicht, functie elders. We kunnen het in de toekomst zien. En hoe gaan wij dan met elkaar daarvoor staan en welke rol heeft een Kamervoorzitter daarin? Ja, voorzitter, terecht de vraag. En nog even over de machine. Hè, die zie ik als de ambtelijke organisatie. En daar heb ik soms ook zorgen over. Hè, als het gaat, wij liggen onder een vergrootglas, maar ook de Kamerorganisatie. De druk is soms hoog, van beveiligers tot bodes. En ik vind dat we er oog voor moeten hebben en dat we moeten kijken hoe zij in een veilige, stimulerende omgeving kunnen werken. Als het gaat over aanval op één is een aanval op anderen. Ik vond het wel mooi om te zien, maar te laat. Dat de Kamer zich dat heel erg aantrok. En volgens mij, van coalitie tot oppositie, heeft iedereen daar afschuw over uitgesproken. En ik vind dat terecht. En ik vind dat een voorzitter een rol heeft om ook Kamerleden daarin te beschermen. Als ze bedreigd worden, op een moment dat ze niet mogen reizen naar een bepaald land, op een moment dat ze hun informatie niet krijgen. Zo'n voorzitter zou ik graag willen zijn. En ik vind het terecht dat uw betoog daar nog even aandacht voor vraagt. Ja. Er is nog één laatste vraag, mevrouw De Vries. Nou ja, ik blijf dan ook maar volhouden. Ik heb gevraagd naar de aanbevelingen van de commissie Bosman en een reactie daarop. Wij vinden dat een belangrijk rapport en dat heeft ook gevolgen voor de Kamer. Maar ook denk ik voor hoe de Kamervoorzitter daarnaar kijkt. En ik ben wel benieuwd naar een reactie daarop. Ja, helemaal eens, voorzitter. Een belangrijk rapport met een aantal belangrijke aanbevelingen. Er is bijvoorbeeld een van de aanbevelingen, het is niet denk ik zaak om alles even af te gaan, maar eentje is bijvoorbeeld praat ook met de uitvoeringsorganisaties. Dat lijkt mij heel goed. Ik heb zelf ook aangegeven als het gaat over hoorzittingen, technische briefings, laten we dat ook een keer doen op locatie. Laten we in gesprek gaan met de uitvoeringsorganisaties en laten we de instrumenten die we hebben ook wat creatiever toepassen. Maar er hoort ook bij die informatiepositie om die te versterken, om signalen te krijgen. Er staat ook, geef meer waardering en professionals meer zeggenschap. En ik denk ook dat het belangrijk is dat het rapport ook ons heeft doen inzien dat het daar soms kraakt en piept. Dat het belangrijk is dat we als Kamer voldoende tijd nemen voor de wetgeving. En dat we goed contact ook houden met belangrijke uitvoeringsorganisaties die zulk belangrijk werk doen. Ik ben zelf bestuurskundig als achtergrond. Ik zou daar veel meer over kunnen zeggen, maar ik hoop dat mevrouw De Vries, ik zei het al, namen. Maar goed, deze vloekte er toch uit. Tevreden is met dit antwoord. Voorzitter, ik dank u wel. En ik dank u wel voor uw uitgebreide beantwoording.